Bij de eerste publieksprijs van deze avond worden de beste radiomannen van het land beloond. Ondanks moordende concurrentie van zeker 150 collega's blijven deze DJ's de toon zetten. De zilveren radioster Man, Edwin Evers van Radio 538. Ja, de wekker gaat af, dus je draait je niet meer om. Want van de geur uit je mond trekt de vloerbedekking rond. Hallo. Hallo, Frank. Evers. Ja, Frank, goedemorgen. Ja, heavy medley. Ja. Dames en heren, de WC Experience. Jongens. Ja. Hatsie idee. Gerard Ekdom namens de AVRO op 3FM en Radio 6 Soul & Jazz. Joey is voor de buis en jij hoorde een heel stadion een liedje zingen. Kun je heel even voordoen hoe dat dan gaat? Alle Duitsers zijn homo. Alle Duitsers zijn homo. Wow, dat bedoel jij? Ja. Ja. Dat zoek je. Ja. Oké, nou Joey, schrijf op Seven Nation Army. En Jeroen van Inkel van Q Music. Goedemiddag. This man will be our hero, for fate will make him indestructible. His name? Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Mag ik even klagen over de wintertijd? Ja hoor. Oh, ik heb er zo last van altijd. Hey, hallo! Het is een heel spannend moment. Het is het moment waarop ik ga onthullen welke man die zo felbegeerde prijs gaat winnen. Want je zou maar beste radioman zijn en het publiek zou dat maar over je zeggen. Ik bedoel, kom op, dat is het mooiste wat er is. In deze envelop zit het verlossende antwoord. Ik heb hem opengemaakt zoals je ziet. Gaat een beetje onhandig. Rechts de microfoon. Links het verlossende antwoord. Winnaar van de AVRO Zilveren Radio Sterman 2012 is Gerard Ekdom. Ja, en je krijgt gelijk de eer toegezongen door dit fantastische gospelkoor. Gerard, eerste reactie? Zie je die twee daar? Ja. Links zit Edwin Evers, daar zit Jeroen van Inkel. Op het rode plus. Jeroen van Inkel is de reden waarom ik bij de radio ben gaan werken. Toen ik hem hoorde, dacht ik, dat wil ik ook. Wat hij flikt, dat wil ik ook. Later kwam Edwin Evers en zijn programma zat net voor mijn radioprogramma bij de lokale omroep. En alles wat hij deed tussen 12 en 2, Evers in het wild, dat deed ik daarna. Dus die twee mannen, ik weet niet waar de waard is, maar ik wil hem doormidden breken. En ik ben de linkerhelft aan Edwin Evers geven en de andere helft aan Jeroen van Inkel. Nou, je moet hem nog krijgen. En je maakt het mij heel makkelijk, Gerard. Want om deze uitreiker aan te kondigen, hoef ik maar één ding te zeggen. Niet likken! Hey! Hier is die, Martin Gauss! Wat nou voor mij een absoluut hoogtepunt is, is dat ik nou niet zo direct in de muziek zit. Wat voor mij een absoluut hoogtepunt is, dat ik Jeroen van Inkel al 100 jaar ken en dat ik hem fantastisch vind en hem heel mooi. Dat ik Edwin Evers werkelijk vereer, want hij houdt me in stand. Iedere week of minstens wel een paar keer kom ik hem tegen, mezelf. En het is altijd erg leuk dat ik dan mensen hoor roepen. Martin, je was er weer. Waar was je er weer? Nee, ik zeg, dat was meneer Evers. Hij houdt een persiflage op een geweldige manier in stand. Maar wat het bijzondere van Edwin is, hij is niet gemeen. Hij klopt. En dat maakt het ook weer zo bijzonder hoe jij bent. Ja. En lul je hier maar eens uit. Het mooie is, ik heb 's avonds bij hem in een programma gezeten. En 's nachts word ik wakker. En dan ga ik kijken en dan zie ik hem en dan heeft hij een paar kenmerken. Hij heeft een fantastisch mooie stem. Hij heeft prachtige vrouwen bij hem in de studio. Wat heel mooi is hoe hij met die vrouwen omgaat. Hij flirt niet met ze. Hij doet gewoon normaal. En dat weet ik hoe dat komt omdat ik Nicole ken. En die zegt dan altijd met trots. Hij heeft zoveel kennis van muziek. Hij is zo fantastisch. Gerard, weet je hoe je bent? Je bent een fantastisch mens met een fantastische stem. En geen stukje valsheid in je. En dat maakt je zo mooi. Alsjeblieft. Mooi. Heb je daar nog iets op te zeggen?
Wat is dat lekker, hè? Dankjewel, Martin. Echt, en iedereen die gestemd heeft, ik sta een beetje te schamen hier. Ik wil hem echt doormidden breken en dan jullie geven, maar ik koester hem. Bedankt. Nou, je mandje in, want je hebt nog een ring te winnen misschien, hè? Winnaar van de Radio Stemman, Gerard Ekdom.